Doet uw computer ineens raar? Start hij bijvoorbeeld niet goed op of lijkt hij op een ander vlak ineens slechter te presteren dan eerder? Dan kan systeemherstel misschien uitkomst bieden. Systeemherstel zet uw computer namelijk terug naar een eerder moment toen er nog geen problemen waren. Wij laten nu zien hoe u werkt met systeemherstel. Zorg er voordat u begint voor dat alle geopende bestanden en programma's gesloten zijn. Beweeg de muis over het startscherm. Links onder de tegels verschijnt een witte pijl in een cirkel. Klik op de pijl om het overzicht van apps te openen. Blader eventueel naar rechts. Klik onder het kopje systeem op configuratiescherm. Klik in het configuratiescherm op systeem en beveiliging. Klik nu op systeem. Klik nu in het linkermenu op systeembeveiliging. Klik nu op de knop systeemherstel. Er verschijnt een venster systeembestanden en systeeminstellingen terugzetten. Klik onderin het venster op volgende. Klik in het volgende venster op het herstelpunt waarnaar u wilt terugkeren en klik op volgende. In het venster dat nu verschijnt ziet u de gegevens van het herstelpunt dat u hebt geselecteerd. Weet u zeker dat het de juiste is? Voer dan het systeemherstel uit door op voltooien te klikken. Er wordt u nu gevraagd of u door wilt gaan met het systeemherstel. Er wordt dan een nieuw herstelpunt gemaakt. Daarna wordt het geselecteerde herstelpunt teruggezet en wordt de computer opnieuw opgestart. U moet daarvoor op ja klikken. Wij doen dit nu niet. Wilt u het herstellen ongedaan maken? Voer dan de stappen voor systeemherstel opnieuw uit en kies het herstelpunt dat u zojuist hebt aangemaakt. U hebt nu gezien hoe u een herstelpunt selecteert en het systeemherstel uitvoert.